De Surinaams-Nederlandse schrijfster Diane Schuurman de Bruin debuteert met haar kinderboek Spiegelbeeld, de belevenissen van Kelsey. Schuurman zegt dat het verhaal over haar eigen dochter gaat die een negatief zelfbeeld had toen ze jonger was. Kelsey had moeite om haar donkere kleur en haar haardracht te accepteren. Ze probeerde haar Nederlandse vriendinnetjes zoveel mogelijk na te doen. Ik heb ten eerste wel eerst toestemming aan haar gevraagd, want het is toch wel heel persoonlijk. En hij is heel trots dat dit verhaal, haar verhaal eigenlijk, het verhaal is van ons allen. Want ik denk dat ieder zich hierin wel kan herkennen, want iedereen heeft wel eens momenten dat je niet tevreden bent met hoe je eruit ziet. Ongeacht hoe je eruit ziet. Is ze ook dat negatieve zelfbeeld eruit gekomen? Ze is nu 18. Ik merk wel dat ze er nog wel steeds mee struggelt. Maar het is wel veel minder dan als een jong meisje. Met dit boek probeer ik eigenlijk, in eerste instantie was het mijn bedoeling om de kinderen die op mij lijken, want ik kom uit Nederland, dat de kinderen die op mij lijken meer spiegels krijgen. Dus meer rolmodellen, meer voorbeelden. Ik ben zelf leerkracht, onderwijzer en ik lees veel prentenboeken voor. En de prentenboeken die ik heb voorgelezen, daar herken ik mezelf niet in. Het zijn altijd kinderen met een witte huidskleur. En ik had zoiets van, het wordt tijd dat er iets meer van dit soort boeken komen. Boeken waarin ik mezelf herken en kinderen die op mij lijken. Nadat het boek succesvol was gelanceerd in Nederland, besloot Schuurman het boek ook aan te bieden in Suriname. Verschillende scholen zullen in aanmerking komen voor een exemplaar. Juist. Waarom het in Suriname wordt verspreid, is omdat ik zelf van Surinaamse afkomst ben. Ik ben hier geboren. Ik ben wel getogen, opgegroeid in Nederland, maar mijn hart ligt nog wel bij Suriname. En als ik iets kan betekenen voor het jonge kind hier, was dit mijn weg daarnaartoe, zeg maar, manier. Ja. Dus ik heb, dit boek is tot stand gekomen door middel van een crowdfunding. Dus ik heb geld bij elkaar weten te verzamelen om de boeken te laten drukken, 750 stuks. En te verspreiden en te sturen naar Suriname. Ze zijn vandaag aangekomen. En die worden verdeeld onder de kleuterscholen hier in Suriname. Dus dat is heel mooi. Tot zover Diane Schuurman de Bruin, een Surinaams-Nederlandse schrijfster, over haar eerste boek Spiegelbeeld, de belevenissen van Kelsey. Het kennis- en expertisecentrum in Suriname, KES, kreeg ook een exemplaar van het boek.